Goedenavond, Wessel. Als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Wessel. Goedenavond, Wessel. Hallo, Wessel? Hey, goedenavond. Oh ja, hey. Ik dacht al, is misschien iets met de lijn mis, maar gelukkig, je bent er. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Hey, Wessel, Jerol, alles goed? Hey, Jerol, ja, goed. Met jou? Ja, lekker, lekker. Af en toe gaat het nog wel eens fout tussen mij en Jules, want Jules is nogal zenuwachtig op zijn tijd. Weet je, geef ik altijd even tussendoor. Hey, Wessel, in de uitzending. We gaan het hebben over jouw bedrijf, je Fit voor Voetbal. Is het een stichting of is het een bedrijf? Een bedrijf. Oké, dus commercieel. Ja. 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 Wessel, wat doen jullie zoal met de spelers? Werken jullie samen met amateursvoetballers, verenigingen, professionele voetballers? Vertel. Ja, in de basis is dit voor voetbal een online fitnessprogramma voor voetballers en voetbalsters. Okay. Ja, wat ik zeg, online. Je krijgt toegang tot een online omgeving, een app, waarin je begeleiding krijgt in training, voeding. En online coaching als fysieke aanvulling op het teamprogramma. En nu werken we nog voornamelijk met individuele prof- en hoge amateurvoetballers en voetbalsters. Ja, dat zag ik op jullie site. Want sportsleden, een van de spelers die bij jullie zat, die heeft onlangs een contract getekend. Was je geblesseerd? Hebben jullie hem vanaf het begin begeleid? Of hoe is hij bij jullie terechtgekomen? Nee, Fabian hebben we niet inhoudelijk begeleid. Okay. Dat was dan in de Fit voor Voetbal podcast. Dat is ook iets wat we doen. Okay. We hebben een eigen podcast. Dat is onze eigen show. Die staat onder andere op Spotify, op YouTube, op Apple Podcast. Ja, en daar was inderdaad Fabian te gast. Dat is gewoon als inspiratie en informatie naar luisteraars toe. Dus die hebben we niet inhoudelijk begeleid vanuit Fit voor Voetbal. Oké. Want hoe moet ik dan het precies zien voor de luisteraars die die organisatie eigenlijk niet kennen? Van hoe begeleiden jullie dan precies spelers? Zeg maar, een speler die komt bij jullie, die meldt zich bijvoorbeeld aan met een... moet het een blessure zijn of moet het zijn van hij wil zichzelf fit houden? Online. Nee. In principe gaan we uit van tussen aanstekens gezonde deelnemers. Dus die echt nog fitter willen worden of nog meer aan een persoonlijke doelstelling willen werken. Ja. Ja, hoe het in zijn werk gaat, je meldt je aan op fitvoorvoetbal.nl. Daar kun je aanmelden. Dan loop je allereerst een uitgebreide vragenlijst. Want iedere voetballer of voetbalster is natuurlijk weer anders. Een andere doelstelling, andere ervaringen ook qua fysieke training. Zeker. Dat is een ander niveau. Dus daar maken we dan een persoonlijk plan voor. Vervolgens krijg je een persoonlijk trainingsplan. Die wordt gemaakt door onze trainingsexperts. Misschien leuk om daar straks nog wat over te vertellen. Ja, zeker. Wie dat zijn. Ja. Die maken jouw persoonlijke plan en die zie je dan terug in de app. En dan kun je dus naar de sportschool gaan. Maar goed, die zijn nu helaas gesloten. Mm-hmm. Maar goed, de optie voor thuis boden we altijd al aan. Dus nu kun je gewoon lekker thuis trainen. Kun je even nog zelf je materiaal aangeven. En dan maken wij jouw persoonlijke plan en train je eigenlijk altijd met een doelgericht plan. Oké, maar als ik me aanmeld, hè, ik ben fit. Maar wat is eigenlijk fit, zeg ik altijd? Je hebt wedstrijd fit, lichaam, fysiek fit. En gewoon conditioneel fit. Is het zo dat jullie aan de conditie werken of echt lichamelijk dat fysieke? Want want als het online is, dan kun je natuurlijk niet, ben je niet met de groep of met de vereniging bezig, hè? Nee, het is echt jouw individuele hoofddoelstelling, nog als aanvulling op. We bieden eigenlijk drie hoofddoelstellingen aan. Dat is uitdrukkingsvermogen, kracht, duelkracht en snelheid en explosiviteit. Dus waar wil jij nog op jouw individuele vlak aan werken. En daar maken wij een persoonlijk plan voor. Oké, en dan werk je samen met, als ik kijk, de conditionele, de atletiek trainer, de conditietrainers? Die het programma samenstellen? Wat zei je? Die het programma samenstellen? Ja, nee, dat is onder andere Paul Lammers. Ik weet niet of je die toevallig kent. Wel een bekende naam in de strength and conditioning wereld. Werkt onder andere bij Team NL. Okay, van het NOC-NSF natuurlijk. Ja, ja. Begeleidt verschillende topsporters. Trainde bijvoorbeeld ook in de tijd van Arek Milik bij Ajax. Nog als aanvulling op zijn programma bij Ajax. Trainde hij dan nog 1-op-1 bij Paul. Maar zo ook Bas Kuipers. Linksback van Go Ahead Eagles. In zijn tijd bij ADO Den Haag. Dus ja, een heel breed palet aan topsporters die hij begeleidt. En is dus ook onder andere betrokken bij Fit voor Voetbal. Okay. Dus hij is echt verantwoordelijk voor de fysieke pijler binnen Fit voor Voetbal. Oké, okay. En zit er ook een kostenplaatje aan vast? Of is dat gewoon... Kunnen mensen zich gewoon vrijblijvig opgeven? Of is het... wat zijn de prijzen, de kosten ervan?
Ja, dat verschilt voor wat je kiest. Zit inderdaad wel een prijskaartje aan, omdat we echt een persoonlijk programma voor je maken en je ook echt één op één online gaan coachen. Daar heb je dagelijks toegang toe. Dus dat verschilt. We hebben een basisabonnement, dus aan lidmaatschappen. Dat is €24,50 per maand. Okay. Dat is puur trainingsschema's elke maand. Maar je kan ook een stapje hoger gaan. Dat dan ga je voor de pro, dat is training, voeding en dus één op één online coaching. En die is €47 per maand. Oké, okay, en die training, voeding, coaching, heb je een bepaalde merk of voedingssupplementenbedrijf waar je mee samenwerkt? Nee, op het gebied van supplementen niet. Okay. Maar wel vanuit de voedingspijler. We hebben ook een bepaalde knop in de app. Dat heet Food for Voetbal. Het bedrijf heet natuurlijk Fit for Voetbal. Ja. Het heet Food for Voetbal. En daar zijn allemaal tips en tricks die handig zijn voor een voetballer samengebundeld. En op dat vlak werk ik samen met Daan Boersma. Dat is onder andere de performance nutritionist van Heracles Almelo. Oh, okay. Ja, je werkt dus alleen maar met professionals. Ja, zeker. Ja. Hoe lang ben je bezig geweest om je team samen te stellen eigenlijk? Hoe ik het zo hoor, zijn alleen maar professionals om je heen? Sorry? Hoe je je team samen hebt gesteld. Heeft natuurlijk ook wat tijd gekost om precies de juiste mensen erbij te betrekken. Heeft het veel tijd gekost? Ja, zeker. Nou ja, vanaf de oprichting werken we samen dan met Paul. Okay. Met Paul Lammers, die ik net schetste. Eerst zat het idee gewoon zelf, eigenlijk in mijn hoofd, vanaf 2015 denk ik, zat ik ook zelf op het CIOS, natuurlijk een sportopleiding. Daar voetbaltrainer en fitnesstrainer geworden. Ja, daar is het idee eigenlijk ontstaan. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag eigenlijk. Wat is jouw sportachtergrond eigenlijk? Waar was je net mee bezig, dus ga gerust verder. Ja. Nou, ik zat toen inderdaad op het CIOS. Nou, dat is een voetbalachtergrond, maar ook dus als trainer, maar ook als fitnesstrainer. Ja, die twee werelden nu eigenlijk met elkaar gecombineerd. Ja. Wat me opviel, in de voetbalwereld, heel veel aandacht voor technisch-tactisch, vooral als team te presteren, wat natuurlijk super belangrijk is. Nou, dat wordt op de club gesmeed. Vanuit de fitnesswereld steeds meer online fitnessprogramma's die zich richten hoe je een fittere versie van jezelf kan worden. Ja, en ik vroeg mezelf al die jaren eigenlijk af, hoe kun je nou als individuele voetballer of voetbalster specifiek fit worden voor voetbal? Ja, daar is eigenlijk de basis gelegd voor dat idee. Dan ben ik door gaan studeren, sportmanagement en ondernemen. Daar heb ik mijn ideeën verder uitgewerkt. En daar ontmoet ik dus onder andere Paul Lammers, fysieke trainer. En samen die ideeën gesmeed. En toen bleef hij eigenlijk betrokken bij Fit voor Voetbal, bij de fysieke pijlen. Okay. Want naast zeg maar dit, gaf je net ook al aan, zitten jullie, zeg maar, jullie hebben een podcast. En jullie hebben ook nog een zeg maar op Spotify. Dus je bent eigenlijk nog wel, je bent eigenlijk een multifunctionele... Multifunctioneel bezig op dat zeker weten, zeker weten. Want ja, hoe zit jullie podcast? Misschien kunnen we wat van leren. Wij zijn ook een soort van semi-podcast. Als we niet meer live zijn, dan zijn we ook terug te luisteren. Dus, en live met beelden. Waar gaat jullie podcast over? Ja, wat ik zeg, het is echt informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Ja. Dus profvoetballers komen langs. Experts op trainingsgebied, op voedingsgebied, op mindsetgebied. Dus gedragswetenschappers, hoogleraar sportpsychologie is langs geweest. Profvoetballers, bijvoorbeeld Lars Veldwijk is een keer langs geweest in de podcast. Ja, oké. Ja, Lars. Noem maar op. Oké. Want Lars die is een jongen van Legmeervogels. Hij is een oude Legmeervogels. Lars Veld. Dat is een Legmeerder. Die komt nog wel geregeld bij de club ook nog wel. Toch? Daar hebben we het ook over gehad, over die tijd in de podcast. Dus ook als informatie en inspiratie naar de luisteraar toe. Van als raak geïnspireerd door de verhalen van de toppers zelf. Oké. In die podcast, hè? Kijk, want ik ben altijd bezig met analyseren. Kijk, op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een programma voor jullie gebruikt. Hè? Is er ook onderhoud daarvan dat je, als iemand hem heeft afgemaakt, dat jullie ook weer terugkomen, heb je programma helemaal afgelopen en of die persoon stappen heeft gemaakt? Houden jullie dat ook op online bij voor ze? Ja, zeker. Dat betreft het trainingsprogramma zeker. Want het is continue monitoring, want je wordt dus gekoppeld één op één als online coach. Ja. Dus je hebt continu de vinger aan de pols bij de deelnemers hoe het gaat. Je kan regelmatig bellen. Dus, en je krijgt ook elke maand een nieuw schema. Dus als jij verder je schema's niet uitvoert, je krijgt elke keer nieuwe schema's. Dus je voelt ook wel de druk om het natuurlijk af te maken. Ja. En wat je ook in de app ziet, als iemand hem hebt gedaan, dan ligt zeg maar de workout op. Dus eerst zie je hem zeg maar soort van in het grijs. Ja. En dan zie je hem opgelicht. Dus als online coach kan je dan heel goed zien van
Hey, die heeft zijn workout gedaan, wanneer hij er precies online is geweest. Dus nee, zeker. Okay. Dus zijn zeker een stok achter de deur aanwezig. Dat wordt allemaal goed bijgehouden. Okay. Ik wil in ieder geval bedanken dat je bij ons in de uitzending wou komen. We hebben vandaag maar een klein uurtje uitzending. Dus we moeten sowieso weer verder. We hebben nog wat dingetjes te bespreken. En had jij toevallig nog iets waar je eigenlijk nog op, misschien op terug wou komen? Of misschien nog wat vertellen wil? Ja. Want volgens mij wou je nog iets zeggen over... was het de voeding? Programma? Ja, daar was ik inderdaad ook net over aan het spreken. Ja. Dat is ook zeker een onderdeel van Fit voor Voetbal. Dus we maken je bewust van je voedingspatroon. Je kunt je voeding bijhouden in de app. Wij hebben daar ook inzicht in als online coach. En ja, kunnen je daarop op bijsturen hoe dat nog beter kan. En bieden je dus praktische tools voor je levensstijl. Oké. Hoeveel professionele voetballers hebben zich aangemeld? Want ik neem aan, wie zich aanmeldt, zal natuurlijk een hele cv ook bij zijn, of niet? Waar diegene speelt. Het zal ook een cv hebben waar diegene speelt, et cetera. Oh, zo. Ja, dat wordt voornamelijk van, tenminste, jeugd-BVO, laat ik het zo zeggen. Ja? Echt van senioren valt op zich nog mee. We hadden wel een voetbalster uit de Bundesliga bijvoorbeeld, ook wel leuk. Dat is natuurlijk het mooie van een online programma, dus we zitten niet aan Nederland gebonden. Ja, ja, maar wij begeleiden haar op afstand in haar fysiek, in haar eigen gym in Duitsland. Als toevoeging op haar Bundesliga-programma bij haar club. Ja, verder van BVO's, van Twente, Vitesse, Heerenveen, Sparta, noem maar op, NEC. Toevallig deze week een jongen die bij ons zit, Ibrahim Sissoko, heeft deze week zijn eerste profcontract getekend. Zo. Dus ja, daar moet je wel aan denken. Dat soort jongens sluit zich ook aan als aanvulling op hun teamprogramma. Oké. En bieden jullie dit ook aan voetbalclubs? Het programma online? Nou, daar zijn we nu eigenlijk de laatste tijd wat meer mee bezig. De eerste 2,5 jaar hebben we eigenlijk alleen maar gefocust op individuele voetballers en voetbalsters. Om die echt te helpen. Daar is het natuurlijk ook op gebouwd. Ja. Maar ja, uiteindelijk bij de clubs willen we dat natuurlijk ook aanbieden. Dus daar zijn we nu mee in gesprek met een aantal clubs. Om dat ook vanuit de club te kunnen faciliteren. Om een extra programma naast de club op je fysiek. Oké. Ja. Nou, heel interessant. Heel interessant. Sjoel, had jij nog wat voor Wessel? Nou ja, ik zoals ik net ook al zei. Het is sowieso interessant. Ook want voor mijn ploeg, die jongens onder 19, is het sowieso erg belangrijk voor je. Weet je, dat wat op het gebied van voeding merk ik het vooral. Weet je, dat ze vooral nu heel moeilijk hebben om zich gewoon daarom. Weet je, wat nodig is om gewoon een sportlichaam te hebben. Weet je, ik bedoel, je kan niet iedere dag bij wijze van spreken friet lopen tevreden en dat soort dingen. Ja. Of komen trainen zonder te eten en dat soort dingen. Weet je, ik bedoel, dat zijn gewoon bepaalde basisheden die je nodig hebt. Gewoon voordat je gaat trainen, moet je gewoon even wat eten. Of weet je, of wat dan ook, sowieso sporten. Ja. Weet je, dat soort kleine dingetjes. Ja, nou, dat klopt. Is, 100%. Ja, dus nee, dat is ook iets wat we zeker aanbieden. En dat wordt ook op weinig plekken wel echt aangeboden. Dus nee, dat is ook zeker wat we binnen ons online platform aanbieden. Zo heb je dus eigenlijk je personal trainer altijd in je broekzak zitten. Ja. Oké. Kan je nog eventjes één keer voor de luisteraars eventjes je website je website eventjes roepen voor als ze interesse in hebben en daarheen willen gaan. We hebben het zelf ook op onze pagina geplaatst, maar het is altijd handig om het nog een keertje eventjes te promoten. Ja. Nee, dat is fitvoorvoetbal.nl. Fit voor voetbal op z'n Engels. Dus niet met de V, maar gewoon fit voor voetbal op z'n Engels.nl. En dat is de website. Oké. En de podcast is te beluisteren vanaf... Want hebben jullie elke week of maandelijks? Of hoe zit het? Vanaf nu willen we echt elke zaterdag een nieuwe podcast uploaden. Ja. Ik heb er morgen weer eentje. Dus morgen een opname. Die komt dan weer zaterdag online. Dus we willen ook elke week publiceren. Staat op Spotify, YouTube of Apple Podcast of zelfs Google Podcast. Eigenlijk op alle streamingdiensten wel te vinden. En dat heet dan de Fit voor Voetbal Podcast. Oké. Nou is goed. Wessel, hartstikke bedankt dat je in ons programma wou komen en ons te woord wil staan. Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja. Oké, is goed. En we houden je in de gaten sowieso. En wij houden sowieso contact, Wessel. Gaan we zeker doen, Gerald. Oké, dankjewel. Dankjewel, hè. Hoi. 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 Jullie wel. Succes. Hoi.